hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En ik en Nessie hebben vandaag weer zo een meeting. Ons leven bestaat nu opeens uit meetings. Mijn hele vlog zeg ik heb een meeting, maar ik zeg niet eens waar, hoe of wat. Maar goed, dat kan helaas nog niet. Even kijken, wat wou ik zeggen. Gisteren heb ik gedoucht, heb ik mijn haar in de nacht niet gedaan omdat ik daar geen zin in had. En ik heb nu dus ook helemaal geen tijd meer om mijn haar helemaal opnieuw te doen. Dus het is weer vast. En ik had ook geen tijd om me helemaal goed te fatsoeneren, want ik moest alles in 10 minuutjes doen. Dus ik zie er zo uit. Ik heb vandaag een trui aan van Bershka. Broek van de Zara Sale. Die is er volgens mij niet meer. Ofwel, ik weet het eigenlijk niet meer. En ik heb gewoon mijn Puma's eronder. Kan ik even zeggen wat ik aan had? Ja. Ik heb een witte plain t-shirt aan van de Primark. Ja. Ik heb een jasje van Black Bananas. Ja, broek. Van de Zara. Schoenen zijn van Philip Pieces. Ja. En een bougie. Leuk hoor, Nes. En je haar? Coconut oil. Haar is van Istanbul. Oh ja, ik heb dus vandaag een parfum op van Dior. Ik ben alleen de dop kwijt. Maar hij is er zo uit. Volgens mij heet hij J'adore. Het is best wel een lekkere parfum, maar ik weet niet. Soms voel je het gewoon niet. Het is niet echt zeg maar een medium. Het is zeg maar niet echt een medium parfum. Ik voel hem niet of zo. Maar hij ruikt wel echt lekker. Hij is een beetje te zacht en zoet voor mij. Een mooie katje. Doei schat. Oh, zo zielig altijd. Doei schatje. Het is weer super lekker weer. Weet wat het eigenlijk is? Afgelopen 2 jaar, elke keer zeg maar, als de zon ging schijnen en het begon zeg maar, met een beetje met de lente en de zomer en zo, dacht ik al, shit, ik ben nog steeds niet summer ready gewoon, want ik ben nog gewoon vatsig. En dit jaar denk ik, oh, ik ben echt bijna ready jongens. Ik ben er gewoon klaar voor. Dat wordt echt gewoon mijn zomer. En daar word ik gewoon echt wel blij van. Het geeft me wel een goed gevoel, zodat ik het een keer wel heb geflikt. Ik ben er nog niet, maar ik ben wel heel dichtbij mijn goal. Wij staan nog steeds dik in de file. Het duurt echt veel te lang. Er is gewoon geen beweging in. Nee, we zitten echt helemaal vast. Kijk, wij zijn zoals je ziet klaar met de meeting. En wij zijn nu eindelijk weer bij Amada Coffee. En ik heb een heel aparte bestelling gedaan, want je kunt hier een Turks ontbijt krijgen. Maar ik heb dus een Turks ontbijt zonder 5 dingen of zo. En ik laat jullie even zo zien hoe het eruit ziet. Okay, dit is dus mijn speciaal ontbijt. Normaal gesproken zou je hier jam, honing en brood erbij krijgen. En ik heb als extra lekker avocado en extra groenten. De yoghurt is van Nessie, die wil hij nog graag opeten. Maar kijk hoeveel ik kan eten hier. Echt top dit. Bij Amara Coffee heb je dus die dobbelsteen. Kijk of je er betaalt. Oh, yeah. Nou, jij kom. Jij betaalt. Of ik betaal. Moet ik hem gooien of ga jij gooien dan? Nee, gooi jij hem maar. Ik ben benieuwd. Ja, ben je clever? Ja. Jij betaalt. Vieze flikker. Betalen moet je. Ja, vind ik leuk. Mag ik alsjeblieft nog iets extra? Haha, niet gezicht. Ik ging net zo stuk. Wij komen. Oh. Kom iemand. Fuck het hem. Lekker? Alles goed? Ja, lekker man. Hey. Hoi, alles goed? Ja, toch met jou? Voor wie is die hond? Van mij man. Nee joh. Schat, ik zeg hem voor de foto man. Oh ja, doen we toch. Mogen we op de foto met de hond? Ja, mag ook. Ik ben weg leuk. Hoi, alles goed? Maria. Ik wil op de foto met de hond. Jij gaat met Nessie zien. Hi. Hey. Ben je schattig zeg? Ik vind je mooi. Hi Bibi! Hij is erg mooi, of een zij, is een hij of een zij? Wat voor ding is het eigenlijk? Een dwergbeest. Zo lief. Oh. Dat was even gezellig. Maar wat wij net wouden vertellen, we kwamen net uit Amara. Toen was er zo'n chick die tering hard aan het zingen was op haar fiets. Ik ging helemaal stuk en Nessie ging haar nog een beetje zo van aanmoedigen. Ja! Goed zo! Hou van het leven! Ja, we zijn inmiddels thuis. We hebben even de katten naar buiten gebracht omdat het zo lekker weer is. Ik kreeg nou trouwens laatste vraag waar mijn katten naartoe gaan, aangezien wij dus geen tuin hebben. We hebben ten eerste een heel groot terras en ten tweede hebben wij gewoon aan de voorkant een heel lange stuk gang. En ze kunnen eigenlijk geen kant op, alleen de lift in, maar daar zijn ze bang voor. Dus dat gebeurt niet. 1 keer heeft Dina dat wel een keer geflikt. Maar ik heb dus een tijdje geleden allemaal nieuwe dingen voor mijn huis gekocht.
nieuwe accessoires. En ik dacht, ik laat het even zien. Want ik en Nessie zijn van plan om nu even langs de woonstore en die winkeltjes te gaan. Want wij willen een paar dingen nog bijkopen. Maar ik wil jullie even laten zien wat ik al wel heb gekocht. En waar ik over twijfel. Ten eerste, dit is mijn favorite part gewoon. Kijk dan, deze bloemen vind ik zo leuk. Ik heb dus deze vaas gekocht. Ik laat je even dichtbij zien, die ziet er zo uit. Ik vind het echt zo mooi met deze bloemen. Maar ik heb ook deze vaas gekocht. Laat ik ook even van dichtbij zien, want anders zien jullie de details niet. Die is een stuk groter en steviger, duurder. Maar ik twijfel of ik deze moet houden of deze. Ik vind dit wel echt veel mooier en ik wil eigenlijk voor deze stijl gaan. Maar ik vind het ook echt heel erg mooi. Ik laat jullie even zien. Kijk, dit is dus de eerste vaas die ik heb gekocht met deze bloemen. Dit is de tweede vaas. Dit is een stuk duurder, zwaarder, alles. Maar ik wil jullie even laten zien. Zo ziet het er eerst uit. En kijk, als ik dus de bloemen hierin doe. Zal ik het even ook in de hoek doen of niet? Of is het helemaal niet nodig? Kijk, dan ziet het er zo uit. Dus ik twijfel heel erg welke vaas ik moet houden. En ik moet nu eigenlijk de beslissing maken, want... er moet nu eentje terug, want ik ga ze niet allebei houden. Wat vind jij mooier is? Maar ga je zeg maar de beslissing maken voor de mensen thuis, want dan heb je het al gemaakt. Ja, dan heb ik het al gemaakt. Maar ik wil wel even hun mening geven. Ja, ik kan nog wat halen, hè. Dat is waar. Maar ik zou voor die kleine gaan. Ja, ik vind deze een mooier qua stijl bij ons. Ja. Dus jij vindt deze ook een mooier. Ja. Oké, dan gaat deze vandaag terug. Deze is dan echt een stuk goedkoper, jongens. Ik kreeg niet. Deze kost 19 euro. Oh. Deze is dan van een woonstore. Ik weet dat ik er heel veel vragen over ga krijgen. Woonstore, maar... deze kleur was uitverkocht. Je hebt wel andere kleuren. En deze is van Loods 5 en deze is 80. 85 euro. Valt ook wel mee, want het is echt een heel stevig ding. Maar goed, ik vind de kleur wat minder mooi dan deze. Dus ik denk dat wij voor deze gaan. Oh, ik vind deze bloemen echt zo tof. Verder, kijk. Ik ga jullie even laten zien. Heb ik, even kijken... deze hoorn gehaald. Heet het een hoorn? Ja, ik heb dus een beetje stof erop. Deze hoorn gehaald. Ik weet eigenlijk niet meer van welke winkel deze is. Want ik heb echt zoveel gehaald. Ik vind het echt zo cute. En ik heb deze vaccinelichthouders gehaald. Die heb ik hier ook. Deze heb ik dus ook gehaald. Een vaccinelichthouder. Ik had dus deze, ja wat zijn het? Stokken, bloemen gehaald. En die zaten ook in een hele mooie vaas die ik... ook had gehaald. Maar helaas heeft Dinar die dus verwoest. Dus ik moet een nieuwe vaas kopen waar ik dit hierin kan doen. Ik vind het echt zo mooi. Ik had gezien bij een designer dat hij echt maar... dat hij zeg maar van die stokjes alleen maar erin deed. En dat vond ik ook wel wat hebben aangezien ik ja, nu al daar bloemen heb. Dus ik heb een vaas nodig voor dit. Dat gaan we vandaag ook halen. Nog een vaccinelichthouder hier. Dezelfde als die daar. En ik heb deze schaal gehaald. En die hoort dus eigenlijk gewoon hier. En ik wou hier eigenlijk allemaal van die mooie stenen. Een beetje dezelfde kleur of zwart metaal. Allemaal steentjes erin doen. Maar ik ga deze waarschijnlijk terug doen. Ik vind het toch niet helemaal mijn ding. Dus het hoort hem ook helaas niet. Hij ziet er zo uit trouwens. Dus deze gaat terug en deze vaas gaat terug. Verder heb ik deze tafeltje gehaald. En die komt zo naast mijn bank. Dan mijn favoriet. En dat is deze vaas. Ik vind deze echt zo mooi. Hij loopt zeg maar zo. Als een boot. En daar heb ik deze bloemen voor gekozen. En deze staat nu dus in de keuken. Ik wil eigenlijk nog meer bloemen erin. Maar ik vind het echt zo leuk. Ook die kleuren. Oh. Dit is echt mijn favo. Ik vind het echt heel erg tof. Ik heb zoiets gezien bij Erik Kuster en ik dacht, ik wil het ook hebben. Oh, en dit vind ik ook echt heel erg mooi. Dit moet nog gefixt worden. Deze gaat terug. Deze gaat terug. Ja, dat is het. Helemaal vergeten, maar ik heb ook nog van deze lijsten gekocht. Drie paar heb ik van deze lijsten gekocht. En deze passen toch echt gruwelijk bij deze vaas. Die komen waarschijnlijk hier allemaal aan de muur te hangen. Zo, wij zijn onderweg naar Loods 5. Wil je me niet van onder filmen? Mensen die filmen altijd zo van onder dat je dan een dikke onderkin krijgt. Nou, film ons dan gewoon, nu zo irritant. Ik weet toch niet hoe ik moet filmen? Gewoon normaal. Ik wil het niet meer. Oh, mooi. Zeg, praat alsjeblieft nu. We zijn naar Loods 5.
We zijn onderweg naar loods 5 om die vaas en dat ding terug te brengen. Met lekker aardbeidjes gegeten in de auto. Super lekker weer. En dat was het een beetje. Ik ben zo moe. Ik ook. Nee, je gaat hem tillen. Papa moest hij voor mij. Nee, je gaat hem tillen. Kom. Wij zijn nu bij de loods. En je hebt hier echt heel veel leuke dingetjes. Kijk deze marmeren tafeltjes. Echt cute. En Nessim heeft een poster gevonden van Biggie. En hij moet nu een fotolijst ervoor zoeken. Besef deze schommelbank. Ik ga straks even voor. Je woonkamer ziet er gewoon zo uit. Ik denk dat mijn vader hier op gaat zitten. Wij zitten weer in de auto. Volop zon. En kijk deze man. Wat ben je nou aan het doen, man? Ik ben mijn voet aan het luchten. Oh, lekker. Hey, Cornes. Life is good, hè? Life is the best, but the best. Heb ik jou gelokt? Je hebt mij gelokt vandaag. Net zoals je zegt dat ik hem heb gelokt. Waarom heb ik jou gelokt? Je hebt mij gelokt omdat je zegt dat je wist waar het was en je wist niet waar het was. Opeens kom ik bij een plek waar ik nooit ben geweest, in de midden in de bush. Ja, en dus wat ging jij doen? Nou, nu heb ik een lijst gekocht. En nu heb ik blauwbillen. Oh, lekker. Hij heeft me echt letterlijk 100 keer in de winkel geslagen op mijn fucking billen. Schaam jij je niet? Er was niemand. Die winkel was letterlijk leeg. Er hangen gewoon camera's. Niet. Jawel. Nou, boeien, je bent mijn vrouw. Dat kan toch niet, man. Jij bent mijn bezit. Zal ik aan mijn... Ik mag doen wat ik wil. Zal ik aan mijn volgers vragen of hun man het ook doet in de openbaar? Mannen, stop! Ja, rot op jij. Oh, wij zijn inmiddels bij de IKEA, want we hebben besloten, we stonden in de file en toen dachten we, nou, we gaan echt niet naar huis rijden, want het duurt nog 3 kwartier. We gaan lekker bij IKEA, in de buurt, gaan we eten en dan gaan we ook nog een fotolijst halen voor Nessie, want hij heeft een poster gevonden van Biggie. Die vond hij heel erg tof. En trouwens, ik laat jullie nog zien wat ik heb gekocht. Ik heb dit gekocht. Ik vond dit echt heel erg tof. Ik weet niet of jullie dit leuk vinden, maar ik vond het top. Bijna auto gemot. Maar ik heb dit dus gehaald. Accessoire voor in mijn huis. En deze kostte €19,95. Helemaal top. En nu gaan we dus een fotolijst halen bij IKEA. Misschien vind ik nog een leuke fotolijst. Leuk hoor. Voor onze oude foto's. En die wil ik graag in mijn woonkamer. En dan is... Ah! Wij zijn momenteel bij de IKEA. En ik ga lekker... zalm eten met broccoli en venkel en een salade met balsamico vinegar. Ik heb echt nog zin in. Ik ga eerst echt even lekker eten en daarna gaan we door IKEA lopen, want ik heb echt geen energie gewoon. Lekker gezond. Netjes zo meer. Lekker groentjes gegeten. Als je dit ziet, dan weet je gewoon dat Nessie hier is geweest. Hij wil kijken naar deze fotolijst. Kijk hoe hij hem heeft opgehangen. Waarom heb je hem zo opgehangen? Doe normaal. Nee, het is echt verschut, man. Ik ga hier weg. Het staat helemaal scheef. Ik weet dat het training had. Nou, jongens, we zijn geslaagd. Wat heb je gehaald? Ik ben Nessim en ik heb een fotolijst gekocht. Fisco heet die en hij is €7, jongens. Hij is kapot groot. En we hebben hem. Zalm en gehaktballetjes. Zalm en kip gehaktballen gehaald voor je thuis. Hoor. Lekker hoor. Ik ben net thuis en ik heb dus helemaal geen leuke vaas gevonden voor mijn takjes. Maar ik heb dus dit gehaald. Ik vind het alleen niet echt heel erg goed passen bij mijn huis. Maar ik vind hem zo wel leuk. Wat vinden jullie hiervan? Ik vind hem zo wel cute, deze combinatie. Kijk, en dan ziet het er zo uit. Ja, ik vind het eigenlijk wel cute. Even kijken hoe het eruit ziet als ik deze kaars aandoe. Ah, is wel leuk, Dennis. Vinden jullie dit leuker? De combinatie van dit met de fotolijst. Vind je dit leuker, Dennis, of de vorige? Ik weet het echt niet meer. Leuk. Vind je het leuker? Nou ja. Man, dan boeit het echt gewoon niks. Je hoeft echt geen moeite te doen. Je zegt net tegen mij, boeien met het interieur? Ah, maar je kan toch wel op zijn minst zeggen, zo, dat is van mijn hoofd gebeurd. Je kan toch wel op zijn minst, wat is dit? Jij zegt niks, wat is dit? Wat is dit? Je kan toch op zijn minst zeggen of je het mooie, wat je mooier vindt, dit of de vorige? Ik weet niet of de vorige was. Met dat, die stokjes, zeg maar. Oh nee, dat vind ik het mooier. Echt? Ja. Oké, nou, Nessie vindt dit mooier. Ik vind het echt cute eigenlijk, man. Mijn huis wordt wel echt steeds mooier nu. Daar heb ik mijn pakketje opgehaald. Bij een afhaalpunt. En daar zat dus dit in. En dit wil ik al heel lang doen. Dat zijn van die strips om te kijken of je in
ketose bent en hoe ver je eigenlijk ketose bent. Ik ben hier echt zo benieuwd naar. Ik ga er ook gewoon gelijk op pissen. Hups. Nou, even kijken hoor hoe zo'n strip eruit ziet. Ik ben hier echt zo benieuwd naar. Ik wil het zo lang uitproberen. Oh, en... Oh, dat is echt zo'n heel klein ding. Even kijken. Jongens, ik heb net de test gedaan. En het is misschien heel smerig voor jullie, sorry. Maar ik heb de plastest gedaan. En ik zit dus op... Zo, en deze licht ziet heel slecht. Wacht, ik moet hem even instellen. Zoals je ziet... Oh, dat is op camera heel anders. Zoals je ziet zit ik dus bij Lars. Dat betekent dat ik echt super goed zit. Dus ik ben hier echt zo blij om. Dus eerst kan ik deze test doen. Laat mij plas ook zien. En Nessie heeft net ook een plastest gedaan. Okay. Dus dit is de plastest van mij. Ik zit zeg maar hier. En de licht is iets anders in real life hoor. Ik zit zeg maar hier. Dus ik zit echt... In ketose, dat is bij mij helemaal goed. En dan heb je de plasstrip van Nessie. Die zit gewoon hier. Laat je mijn plas nou uit? Jij bent helemaal niet ketose, je bent negatief. Goed, ik ga helemaal stuk. Dit zijn de uitslagen van onze plastesten, dus ze kloppen wel. Oh mijn god. Oh, ik heb echt heerlijk gedoucht. Trouwens, vandaag met mijn make-up. Het is echt heel erg natuurlijk, maar ik vind het echt heel erg mooi. Vooral zo aan het eind van de dag, waarop we eigenlijk... nog minder of zo zichtbaar is, vind ik het eigenlijk alleen maar mooier. Beetje vettig nu wel, maar ik vind het eigenlijk gewoon oké, eigenlijk gewoon erg basic, niks te veel. Jongens, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is en eigenlijk ga ik niks meer doen. Dus ik ga nu even mijn batterij opladen en ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doei!